Nou, het probleem is dat mensen daar rimpels hebben en dat ze zich daaraan storen. Die kunnen heel diep zijn en waardoor ze een wat vermoeide uitstraling hebben. Nou, er zijn een aantal middelen om het te realiseren. Dat is bijvoorbeeld Botox of Azzalure, wat wij gebruiken. Of een filler. En ik gebruik dan meestal Belotero. En bij hele diepe rimpels kunnen we daarin ook wat sterkere of wat dikkere middelen voor gebruiken. Bijvoorbeeld Radiesse. Wat je kan verwachten is dat ik kan altijd die voorhoofdrimpels wegkrijgen. Alleen het punt is wat mensen zich moeten realiseren, is dat soms niet altijd, dat er wel wat handicaps in zitten. Nou, ik zelf heb een relatief groot voorhoofd, maar sommige mensen hebben maar een heel klein voorhoofd. Ik heb ook niet echt hangende oogleden en sommige mensen hebben dat wel. Je moet je realiseren dus dat altijd deze rimpels, als ik die behandel, dat ik met botox, dan kan er altijd een beetje een hang gaan ontstaan. En dat is iets wat we natuurlijk niet moeten hebben. En daar moet je dan ook echt in een persoonlijk consult moeten we kijken, oké, wat de mogelijkheden daarvan zijn. Dus dat zal ik ook altijd benadrukken. Als dat niet gaat, heb je bijvoorbeeld met een Belotero een hele goede manier als alternatief voor. Dus dit is wel iets wat mensen moeten begrijpen, maar over het algemeen zijn de voorhoofdrimpels erg goed te behandelen en kunnen ze ook weg zijn.